Luca, een klein berichtje speciaal voor jou. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Ja, lieve vrienden, we hebben de regenboog zoals jullie er zien. Ja, want het zonnetje schijnt en het regent. Ja. Ik vind dit zo mooi, zo geweldig. Dus waar staat de pot met goud? Ja, die gaat toch helemaal naar beneden? Wow. Zo, lieve vrienden, ik ben eindelijk weer voor de camera. Ja, ik heb de hele dag nog niet, gevlogd. Het is nu 15:38. Dus ja, niet aan toegekomen. Ik had het druk. En nog eens druk. Rebecca die zou vanochtend komen, die heb ik maar afgezegd. Dus blijf jij maar bij je kindertjes. Want ik was zelf niet vooruit te branden. Barstende hoofdpijn en rugpijn. Maar dat komt door iets hoor. Want het is vandaag dus 6 juni. Het is zomer. Althans, de zomermaand. Maar als je buiten komt is het geen zomer. Nee. Het is rot weer. Het regent. Het is koud. Het waait ontiegelijk hard. Je waait soort uit je kleding vandaan. Koud in huis. Maar in ieder geval, ik heb ook een kaart gekregen. Luca, een klein berichtje speciaal voor jou. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Ja, ik lees het ook nog even voor degenen die het niet kunnen. Lisse, 5 juni 2020, staat er in het zonnetje. Hallo Corina, zondag is het 7 juni, morgen dus. Jack, mijn man, zou 57 jaar zijn geworden. Hij zal in gedachten bij jou, maar ook bij mij zijn. We zullen met respect aan jouw man terugdenken. Hou je goed en tot ziens. Groeten van Lisse, vanuit Lisse van Corrie. Kusjes. Dat is die oudere dame. Ja, nou, ik had er ook morgen niet verwacht, want ze durft dat nog niet aan. Vanwege de corona. Ja, ik zit dus morgen alleen. Ruud komt ook niet, want die wordt weer door de familie opgehaald. Van zijn, hoe moet ik dat zeggen? Hij was verloofd met die jongen. En die is dus vermoord. Nou ja, met familieleden die hier in Nederland wonen, die halen hem op en daar is hij dan, weet ik veel, ze hebben dan weer iets. Ja, moslims hè, dan weet je dat wel. Maar in ieder geval, dat vind ik toch hartstikke leuk hè. Ja, nou en ik heb, Rijka heeft vanochtend 4 keer buiten geweest. Maar, later, komen we beneden en wat legt er op het matje? Nee, je raadt het al, maar ze is met de neus erin gegaan. Verdomme, 4 keer naar buiten. Kan het even een beetje geschikt worden? Dus ja, voor het eerst heeft ze daar wat dat er gaat. Nou, dus rode handen gekregen met de neus erin, klaar. Hiernaast me zit een andere roodgevaarte. Hé? En ik heb boodschappen gedaan. Ik heb ook een gebakje gehad vanmorgen, groene tompoes. Dus ik morgenmiddag 1 en morgenavond 1. Ja, want mijn mannetje die had al morgen jaar geweest. En die was zelf ook wel gek op tompoes hoor. Ja. Is lekker. Ja, die zet ik zo in de koelkast. En er zitten meerdere spullen in. Patat heb ik erbij. Dierenhek erbij. Voor mezelf weer. Brood. Genoeg. Dus die tas is vol. Die moet ik uitruimen en opruimen. Ik moet eigenlijk de aanrecht nog doen. Maar ik heb ook heel veel
rugpijn. Ik ben gewoon niet vooruit te branden. Ik heb verdriet. Huilen staat me nader dan lachen. En ja, het is gewoon een rotmaand. 1 juni was de dag dat mijn moedertje was overleden. Morgen is mijn mannetje jarig. Had hij jarig kunnen zijn. De 8e, dat is de dag weer dat we mijn moedertje weg hebben gebracht naar het kerkhof. Dat is de begraafdatum. En ja, dan ben ik ook zo nog jarig deze maand. Het is allemaal zo dubbel, weet je. Het is niet te bevatten. Nee, en dan kan je wel zeggen, ja, vrolijk weet je, weer doorgaan. Maar het zit in je en dat kan je niet loslaten. Nee, dat laat je ook niet los. Dat blijft je leven lang bij je. Maar ja, oké, het leven gaat ook gewoon door en dat doe ik ook en dat hebben jullie ook wel gemerkt. Ik lach ook wel weer, maar toch momenteel, ja, het is eventjes door de zure appel heen bijten. Maar het komt wel weer goed. Oké hoor, ja, het komt allemaal wel weer goed. En een hoop reclame weer door de brievenbus. Oh, daar kon je ook zeggen van, maar ja, soms wil ik er nog wel eens even inkijken. Wanneer ik denk van, ja, ik wil dat eigenlijk vervangen, weet je, en dan kijk ik erin. Maar voor de rest, ja, ga ik gelijk de kranten pakken. Dus, ja, moet kunnen hoor. Maar ja, plastic, hè. Gooi ik gewoon in de vuilnisbak. Ja, we moeten eigenlijk allemaal apart, maar... Ik zie mij lopen met die zakjes. Er moet aan een lantaarnpaal hangen. Zakken met plastic. En weet ik wat er nog meer in zit in die zakken. Ze hebben nou trouwens ook een nieuwe ondergrondse container gebracht van de week, ja. Wanneer was dat? Maar dat weet ik niet eens, woensdag geloof ik. Ja, want dat ligt er al een dag. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Daar achter de boom. Ja, en dan krijg je een pasje. Wie weet niet. Maar de omwonenden krijgen een pasje. Nou heeft er een paar een sleutel en die wonen daar geen in die huizen. En, maar in ieder geval, je krijgt dan een pasje, maar je mag niet meer erin doen, om zoveel, anders kost het je nog geld ook. Ja, dom, niet over nagedacht. Waarom? We moesten toch, vroeger hadden we toch ook een vuilnisbak bij de deur? Ja, maakt er niet uit hoeveel. En dan moet je gaan betalen, ja, op stouten. Kom op. En ik ga echt niet daar naartoe lopen hoor. Ze bekijken het maar. Ik bedoel, ze moeten eerst zelf eens wat markeren, die hoge lui. He, zoals burgemeesters in het algemeen. De wethouders, al die lui die bij die burgemeesters behoren van de gemeente. Laten die eerst eens een keertje wat zelf wat markeren. En boosten moeten rijden of een rolstoel moeten rijden, dan zien ze... Waar ze tegen aanrijden, waar ze tegen aankomen, wat hun niet zal lukken. Omdat ze wat markeren. Ja? Dan gaat er misschien een lichtje branden. En dat is net zo met Rutten en de hele aanhang daar, ook in Den Haag. Laten ze eerst wat zelf markeren. En dat hoeft niet hun leven lang hoor. Nee, laten ze gewoon 2-3 maanden wat markeren. Dat is... Weet ik veel, door iets in een rolstoel terechtkomen of een booster moeten bereiden. Een scootmobiel is dat voor jullie. Wij noemen dat hier een booster. Maar in ieder geval, ja, laat ze eerst wat markeren. En niet alleen nog hier in Nederland, nee, overal, in alle landen. Want ze denken niet na. Laat ze eens eerst weten hoe het is. Om iets te mankeren. Voordat ze dan dingen uit gaan denken van dat moet zo en dat moet zo. Daar loop je er tegenaan. Van het kan niet. Ja? Nou, maar in ieder geval. Ik wil die burgemeester hier wel eens een keertje gaan vragen stellen. Maar ja, dan moet je wel eerst de juiste vragen op papier hebben die je hem kan stellen. Ja. Moet niet zomaar uit je hoofd komen. Maar allemaal even op papier. Maar dan komt TZT wel goed. Ja.
Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik heb weer genoeg gepraat. Ik ga mijn koffie opdrinken en ik neem er een koekje bij, want ik heb nog een koekje. Het taartje gaat in de koelkast voor morgen, 30%. Met net op tijd 30% samen tegen de spilling. Bakken, stompoes, twee stuks. Nou, 2,99. Oh, wacht eens even. Oh, oh, dat heb ik niet gezien. Oh, normaal 2,29. Nu 1,60. Oké. Okay. Nou ja, scheelt alweer wat. Ja toch? Maar om nou te zeggen van, oh, super goedkoop is het nog niet hoor. Nee. Maar het maakt niet uit. Nee hoor, maakt totaal niet uit. Ga lekker de koelkast in en ik morgenmiddag een gebakje en morgenavond een gebakje. En ik weet niet of ik morgen naar de dijk ga. Want het zal morgen ook weer rot weer wezen. Dus dan blijf ik gewoon lekker thuis. En dan ga ik, wanneer het weer mooi weer is, ga ik lekker naar de dijk. En dan neem ik wat roosjes voor mijn mannetje mee. En ik neem het eurentje van Arwen mee, want die ik ook nog steeds, die strooikokertje. En dan de strooikokertje van Frode gaat mee. En die strooi ik dan mooi, dat beetje wat erin zit, uit. Ja, van Arwentje sowieso niet veel, want er was ook niet veel. Dat was een klein beetje van het hoopje. Dus, maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ja, ik heb dubbele kleding aan, want het wordt zo koud, ook in mijn huis, ik zal de kachel aan moeten doen. Maar die gaat zo meteen wel weer naar beneden, de kachel, ja, die zet ik weer laag. Het is hier warm genoeg, dus dat kan wel weer. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag, doe het met op lach, probeer ik ook te doen, en ja, we gaan gewoon door. Ja toch, en ik had gisteren ook weer niet afgekloten, ja, ben er niet bij. Kan er niks aan doen, nee. Maar, wens jullie wel een, oh ja, ik heb mijn andere horloge weer om. Het loopt tegen vieren, dus ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle namiddag. En wees lief voor elkaar, hou van elkaar. Geef elkaar een knuffel, degene die bij jou woont in huis. Ja, dan doe je het alleen nog maar goed. Degene die niet in je huis wonen, mag je nog een knuffel geven? Nee, oma, is dat balen? Nou, als je ze goed genoeg kan, dan kan het hoor. Ja, doe ik ook hoor. Ja, moet kunnen, vind ik van wel. En dan regent het weer heen. Oh, het is zo rot weer, bah. Maar oké, wij gaan door. Ik zou zeggen, tot later maar weer. Ja, ja, lieve vrienden, we hebben de regenboog zoals jullie er zien. Ja, want het zonnetje schijnt en het regent. Ja. Ik vind dit zo mooi, zo geweldig. Dus waar staat de pot met goud? Ja, die gaat toch helemaal naar beneden? Wow, 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 wow. Mooi, hè? Echt geweldig. Ik ben blij dat ik net al met Rijka eruit ben geweest en de diertjes al eten hebben gehad. Ik ga zo meteen lekker even een gebakken ei voor mezelf maken, maar wat voor een ei? Oh, wat hele grote ogen, wat hele grote bekkie. Oh, wat. Oh. Ja. Nou, even is er lekker te smikkelen en te smullen. Kandel zit achter de deur. En kijk eens hoe hard het regent en even goed het zonnetje erbij, hè. Heerlijk, het zonnetje. Ja. Het spoelt. Nou ja, het begint alweer iets minder te worden. Maar we hadden de regenboog weer. Ja, helemaal geweldig. En een mooie lucht komt eraan. Ja, ook dat nog eens een keer. Maar het regent echt. Ik zou er niet doorheen willen lopen, nee, echt niet. Nou, mijn bord staat al klaar, er komt brood op en ik ga lekker een ei bakken. Maar wat voor een ei, ja, hij wordt donkerbruin. En ik gooi er heel veel kruiden erin, maar het wordt lekker, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Ga ik ook doen en ik wens jullie ook een hele mooie, liefde, fijne, volle avond toe. Ja, liefdevol, gewoon genieten. En ja, ik zou zeggen, we spreken elkaar morgen sowieso weer. Morgen rotdag sowieso, maar we spreken elkaar wel, ja.
Daar gaan we wel vanuit, zeg maar. Ja, sowieso een rare maand. En ook vorige maand, ja, die jongen die is dood vermoord. Het is allemaal vreselijk, ja. Wil je toch niet? Ja, maar oké, ik zou zeggen, geniet verder. En dat ga ik ook doen. Ik ga mijn eitjes zo lekker klaarmaken om te bakken. Want ik moet klutsen en doen. Dat komt allemaal goed. En ja, weer plaatjes gemaakt. Ik heb er alweer twee. Ik had er al eentje gemaakt voor vandaag die ik moet plaatsen. Ik heb er nou vandaag eentje gemaakt die ik morgen moet plaatsen op Facebook. Is dat. Maar ze komen ook allemaal in een speciale map voor jullie. Ja, ja. Maar het komt goed allemaal. En het heet Zomerdromen. Waarom nou? Aan het einde van de zomer hebben wij normaal gesproken buiten de corona om. In een park, een hele grote markt, zowel rommelmarkt, zowel nieuw. Je kan ook picknicken daar, lekker op een grasveld. Er is live muziek, er is workshops met ja, oefeningen en judo en weet ik veel wat allemaal. We hebben daar ook een muziekkapelletje in het park staan. Even kijken. Ja, de twee dames die staan daar op. Die wit dame daar in het wit. Die en die dame daar in het zwart. Die staan toevallig in dat kapelletje. Ja. Dus ja. Die staat daar altijd. En daar is ook vaak genoeg wel muziek in te vinden in de zomer. Maar dat mag nou allemaal niet. Nee. Dus daar hebben wij pech. Maar het maakt niet uit. Gewoon andere dingen verzinnen en bekijken en doen gaan. Ja, ik, als het weer mooi weer is, gaan we weer naar richting de Donkere Duinen. Gaat Rijka mee, want ik weet niet hoe die erop zal reageren. Er schijnen kleine babyhertjes te zijn, lammetjes van hertjes. Dus ja, leuk! Hé, ja nou, of niet dan? Ja, hè? Ja, echt wel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot morgen. Doei, doei. Wat moet je nou? Kiekeboe. Ja, lieve vrienden, het is vandaag een zondag, 7 juni. En we leven om 13:32. Vandaag had mijn mannetje jarig kunnen zijn. Maar helaas, hij is al 3 jaar weg, meer dan 3 jaar, want 25 februari 2017 overleden en op 7 juni zijn verjaardag 2017 ben ik met genodigden helemaal naar de dijk toe geweest in slecht weer, bar en boos. En dat is nu eigenlijk ook weer, ja, momenteel is het een beetje zon, maar meestal bewolkt en regen. Eeuwin, mag niet. Foei. Nageltjes scherpen, mag niet op de bank. Foei, foei, foei. Maar in ieder geval, ja, toen hebben ze een as, tenminste een gedeelte van een as, uitgestrooid bij de zee. En ja, rozen erachteraan. Ik heb toen ook nog een gedicht voor gedragen. Maar dat kunnen jullie ook allemaal weer terugzien. Want daar is ook een vlog van gemaakt. Ja. Dat staat ergens onder op YouTube. Ja, moet je maar even zoeken. Als je dat al wilt zien. En ik ga nou even Rijka uitlaten. En ja, ik had het in het hoofd om er naartoe te gaan. Maar dat niet alleen. Want ja, dat wil ik gewoon niet. Maar in ieder geval, ik ga zo Rijk uitlaten en dan heb ik thuis meer dan genoeg te doen. Want dan hangt daar nog een tas. Ja, vol met wasgoed. En er staat nog een afwas die in de vaatwasser moet. Dus ja, hoop te doen, ondanks mijn verdriet, gaan we gewoon door met ons leven. Dus ja, ze zeggen, geniet van elkaar, geniet van alles wat jullie doen gaan. En geniet van mijn filmpjes, ja, want als je ze leuk vindt, doe je die duimpjes omhoog. En zo niet, dan doe je ze toch naar beneden, ja, als je maar op een duimpje drukt, ja.
leuk of niet leuk. De ene keer kan het leuk zijn, de andere keer kan het niet leuk zijn. Nou ja, het is maar hoe ik zelf ben, weet je. Maar in ieder geval, ja, ik heb het koud, ik voel me warm. Maar ja, wie ben ik? En die moet op zondag 7. Zo, die staat ook nog gelijk. En er is er nog eentje te mekkeren. Er staat nog eentje buiten te mekkeren. Er wil er eentje eruit, dus ik heb nog genoeg te doen, zou ik zeggen. Tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik had de boel weer klaar. De vaatwasser die draait. En ik heb de zak al opgeruimd. Ik heb het wasgoed gevouwen. Het ligt allemaal al in de laad. Het is altijd keukenwas wat ik dan hier opvouw. De rest dat wordt boven gedaan. Maar handen, keukenhandjes, theedoeken, aanrechtdoekjes. Het moet allemaal toch wel opgevouwen worden. En in je laag gedaan worden. Ja, en bij een hooglaag keukenblok heb je dus geen zulke soort kastjes waar je dat in kan leggen. Nee, helaas niet. En dat hele mikmakje kan dus omhoog en beneden. Ja. Dus ja, dat heb ik allemaal gedaan. Het is weer netjes. Ik heb nou lekker een bakje koffie. Ja. Met een tomboes. Waarom? Nou ja, de verjaardag van mijn mannetje vieren in mijn huppie. Ja, iemand moet het toch doen. Een ander doet het niet. Nee, ze denken er niet in. Het staat op de kalender, maar voor de rest, ja. Het is geweest, het is niet belangrijk meer, weet je. Ja, maar voor mij wel. Karen en Roderick die proberen het op een andere manier allemaal te doen. Die zijn geloof ik naar Rotterdam, naar de Erasmusbrug die op een zwaan lijkt. Nou ja, we merken het wel. Hoe en wat, we zullen vloggen ook. En Ewen die gaat water drinken, die het dorst. Rijka die legt lekker op de bank. Maar die taalt nergens naar. Ik heb er net een blokje schapenvet gegeven, maar nee, schapenvet, reuzel. Reuzel is het. Ja, is het eigenlijk schapenvet? Weet ik niet eens meer. Telt is mij te lang geleden. Maar ze pakt het niet. Ze wil het niet eten, niks. Nou ja, gisteren het zoveel gegeven. Nou ja, daar kun je ook allemaal niks aan doen. Dat komt ook door het weer mede. Ik voel me ook niet... Buiten mijn mannetje om ook niet helemaal lekker vanwege het weer. Ik heb liever die zon, ik word iets triest en moedeloos van. Ja, wie nog meer? Ik denk met mij nog wel meer hoor. Ja, dat ik niet de enige ben. Nee, echt niet. Maar oké, okay, ja, ik ga straks ook de computer weer aandoen. Dan ga je mijn surrogaatjes je wil maar. Ja, aanstaande zondag, vaderdag. Ja, ook zo een dag. Hè. Ja, je weet het. Dat even lezen. Aanstaande zondag, vaderdag, de eerste zonder pa. Ja, ook dat. Ja. Mijn surrogaatvader. Ja, en mijn eigen vader. Ja, dat zijn allemaal van die rotdagen. Waar bestaan die dagen? Ja. Dan zit je allemaal niet op te wachten. Maar ja, oké. Okay. We gaan gewoon door met die banaan. En we moeten er gewoon verder tegenaan. Ik zal straks weer een vlog in elkaar proberen te krijgen. Die naar YouTube inplannen. En dan nog proberen een vlog als ik eraan toe kom. Plaatje hoeft niet, want die heb ik al gemaakt. Tenminste geloof ik van wel, ja. Dat staat er in je klaar. Dan moet ik eerst even zien. En anders wordt het één vlog en dan moet ik ook nog een plaatje maken. En voor de rest zien we wel. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen. Ik zal de krant ook nog opruimen. De zondagkrant en de woonkrant. Dus ja, even opruimen. En reclame zit ertussen van een of andere winkel die we hier niet eens niet in Den Helder zelf hebben, maar in een ander dorp. Ja, nou, ga ik niet naartoe. Nee. En die jurk raad naar omhoog. Bah. Maar ja, oké. Okay. Ja, het is van hoe heet dat stof? Dat nylon of zoiets, weet ik veel. Ze zeggen het is een zomerjurk en lekker luchtig, ja, voor de winter is het luchtig, dan moet je er wat onder. Maar zomers dan behoor je hem dan zo aan te hebben, hè. Maar dat weet je eigenlijk, ik weet niet wat het plakt aan je lichaam vast. Nee, hou ik niet van.
Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en omhelf elkaar en wees lief voor elkaar en doe leuke dingen met elkaar. Geld ontvangen? Geld vangen? Oké. Linkerhand is geld vangen, rechts is uitgeven. Ik zou het niet weten. Nee, van wie krijg ik geld? Ik kan niet weten. Nee. Maar oké, we zullen beleven. Ik zou niet weten van wie ik geld zou moeten krijgen, nee. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, liever vrienden, tot later. Ja, hallo lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. Ja, ja. Nou, toch nog een gezellige middag gehad, ondanks dat ik geen bezoek heb gehad. Ik heb ook nog geen filmpje in elkaar weten te renderen. Ik zat televisie te kijken. Telefoon. Oké, neem op. Mijn zwagertje. Ik heb de hele tijd mee zitten praten. Hartstikke leuk, lief en aardig. Dat is dus de broer van mijn mannetje. Toen ging mijn mobiel nog een keer over. Dat was Karin en Roderick weer. Dus had ik zo alle drie. Oké, maar mijn zwager kreeg eventjes een wisselgesprek. Dus ja, die was in één weg. Die heb ik later ook even teruggebeld. Ik had net het bol weer neergelegd. Ik zit net weer verder te kijken naar die film. Gaat de telefoon weer? Was het Jan van Dam? Nou, hartstikke leuk, lief en aardig. Dank jullie wel, lieverd, dat jullie aan me hebben gedacht. Ja, vind ik heel, heel, heel erg lief. Maar in ieder geval, ik ga nou zo, de computer staat al wel aan, maar ik ga dan zo eventjes een vlog in elkaar zien te zetten. Ik heb koffie erbij, heb ik net gemaakt, dat is nog heet. Dus ja, dat komt allemaal goed en dan zullen we ook nog eens even gaan denken wat ik vanavond eten ga, want ik weet het echt niet. Nee, ik weet het niet. Nee, maar het hoeft ook niet. Nee hoor. We zien wel, ja. Ik denk dat het gewoon, ja. Ik had zalmburgers, maar ik heb nog nooit van mijn leven een zalmburger gehad. Ik weet echt niet wat het exact is. Nog nooit gehad van mijn leven. Zalmburger. Hebben jullie er wel eens gehad? Ik dus niet. Bereiding, koekenpan, vergeet boter en of olie en bak het product circa 7 tot 8 minuten gaar. Regelmatig keren en dan kan het nog in de oven op 180 graden. Oké, dus ook nog in de oven. Oké. Regelmatig keren en ook in de oven. Ja. Nou, doe ik liever in de koekenpan. Ja. Uppata. Zo. Nou, in ieder geval. Ewen die ligt op de bank. Kandalf, die heeft de hele, die heb in de hal eten gehad. En die is naar boven gegaan. Hij is nog nooit weer naar beneden gekomen. Dat was de tijd al. Dus die is ook niet buiten. Die ligt boven ergens te slapen. En Rijka ligt in haar mand. Ja, die ligt tegenwoordig steeds meer en meer in haar mand. Ze doet het goed wat dat er gaat. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is geen prettig weer. Dus ja, je zit dan maar liever ook binnen. En als je dan op een camping bent of niet, je zit liever binnen dan dat je buiten naar buiten gaat. Want het gaat allemaal door je heen. Bah, niks aan. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze. Ja, ga ik ook doen. Doei!